Welk voertuig had het diepste water? Ik heb gewoon nu al natte schoenen, want het water loopt hier gewoon overheen al. En een groot applaus, want we gaan vandaag een hele grote wedstrijd doen. Welk voertuig van al deze voertuigen, welk voertuig gaat het diepste naar beneden in het water? Ik ben heel erg benieuwd. Dit is het einde, 140 en... Wow, dat is wel heel diep. Ik ben heel erg benieuwd. En we beginnen met deze. Hopelijk dat hij het nog doet, omdat er allemaal al water in zit. Maar, doet hij het? Ja, hij doet het. Oké, er komen gewoon zelfs nog vlammen uit de uitlaat. Dit ding heeft gewoon 8 uitlaten. Oké, we gaan kijken. Hoe ver gaat het ding komen? Oké, aanloopje. Ho, en daar gaan we. Let's go. Hoe ver gaat hij komen? Gewoon een standaard, redelijk standaard auto. En ja, hij komt best wel ver nog. Alleen nu, Ja, hij doet het nog. Hij doet het nog. Alleen, hij doet het niet meer. Hij is vastgelopen, omdat hij natuurlijk onder water zit. Dan doen auto's het niet meer. Ik heb nu deze. We hebben zometeen zoveel voertuigen die we kunnen testen. Bijvoorbeeld ook deze. Misschien dat deze wel de water aan de kant duwt. Ik heb geen idee. We hebben zelfs nog een hele snelle politieauto. Maar daar gaan we straks naartoe. Eerst deze. Laten we een challenge doen. Wedden dat het jou niet lukt om op het blauw duimpje hoog te drukken binnen 5 seconden? Ja, laat het uittesten. Binnen 5, 4, 3, 2... Hey, ja, is het jou toch wel gelukt? Goed zo. En vergeet zeker niet even te abonneren. Dat is namelijk helemaal gratis. Oké, een aanloopje. Deze staat al wel iets hoger. Als je hem vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n supercar. Kijk, deze staat best wel hoog op de wielen. Dus we gaan er gewoon achter komen. Let's go. Deze heeft ook 8 uitlaten. Dus laat maar komen. Let's go. Oh, we gaan alleen een beetje scheef. Maar, hij doet het nog. Alleen hij zit wel onder water nu. En hij doet het niet meer. Hij heeft het maar bij 40 gehaald. Oké, dat is best wel slecht. Oké, we gaan deze Lamborghini uittesten. Doet hij het überhaupt nog? Ja, hij doet het nog. Hij doet het nog. En nu zit hij al onder water. Dus we moeten echt er heel goed om denken. Dit is best wel een snelle auto. Dus misschien is een snelle auto wel veel beter hiervoor. We gaan het uittesten. Let's go. Kijk uit. Oké. We halen het in ieder geval verder dan die auto daar al. En we komen bij 50. Het is beter dan 40. Oké, we kunnen ook nog eens een keer in deze snelle auto. Dit is een snelle auto die ook iets hoger op de wielen staat. Kijken of deze het gaat doen. Let's go. Ja, hij had het. Hij komt verder. Hij komt bij de 60, denk ik. En hij valt stil. Net op de 60 inderdaad, op het paarse. Oké, vet. Ik ben benieuwd welk voertuig helemaal tot het einde komt. Misschien lukt het helemaal niet, maar daar komen we op één manier achter. We hebben straks ook dit voertuig en daarmee gaan we straks ook over het water heen. Hier staat ook een leuk autootje. Laten we hierin stappen. Nee, ik wil niet in die stappen. Ik wil deze kleine auto. Oh, dat wil niet, denk ik, want ik denk dat die al kapot is door het water. Ja. Oh. Nou, dat is balen. Dan gaan we gewoon in de politieauto. 3, 2... Hey, let's go. Kijk hoe ver die komt. Kom op. Hij komt nog best wel... En die sirene is ook gestopt. En de lampen op het dak doen het ook niet meer. Hij zit net op het randje van blauw-groen, van 40 en 30. Ik vind het maar slecht. Een granaat. Snel, go. Rennen. Of zwemmen. Net, nou, we kunnen... Oh! En hij is neer. Ik kan niet meer in deze auto stappen, want het water is te hoog hier op het plateau gekomen. Maar daar heb ik wel een oplossing voor. Ik kan ze gewoon inspawnen. Maar ja, ze zijn gewoon letterlijk kapot. Hier hebben we hem. Let's go. Kijken hoe ver deze komt. Oké, hij heeft best wel wat snelheid. En hij komt veel verder, joh. Hij komt veel verder. Ja, is dit een recordje? Nee, het is geen record, want we komen bij 50. En er zijn hier nog 2 auto's. Hier, deze deed er tot nu toe het beste. De eerste. En we moeten nog zo'n stuk. We moeten nog zo'n groot stuk. Oké, ik heb nu de Formule 1 auto. Let's go. We gaan kijken hoe ver deze gaat komen. Dit ding kan best snel namelijk. En hij stopt. Hij is best ver gekomen. Hij is bij 60 gekomen. Ja, we hebben een recordje. Ook al is het echt maar een paar meter. 1, 2, 3 meter of zo. We hebben wel een recordje. We gaan nu wat naar de grotere voertuigen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze het gaan doen. En ik denk dat deze grotere voertuigen het verder gaan schoppen. Want ja, hoe hoger ze... Hoe hoger ze zijn natuurlijk, hoe minder snel het water bij de motor komt. Dus dat gaan we uittesten. Let's go. Dit is best wel een dikke vette tank eigenlijk. Een soort van, ja, autotank. We gaan kijken hoe ver dit in komt. Oké, we zijn al... Ja, we hebben een recordje of niet? Ja, we hebben een recordje. 60. We hebben net niet een recordje. Even denken. Nee, we hebben net geen recordje. Oké, dat is wel teleurstellend. De brandweerauto. Een waterauto. Soort van, hè. Want de brandweerauto heeft natuurlijk ook een waterkraan natuurlijk aan de bovenkant. Haha. Ga kijken. Misschien
Gaat dit wel goed? Water versus water. Water versus water. Let's go. Let's go, let's go. Ja, ja, en ja. Oh, dit gaat echt bizar lekker. Dit gaat bizar lekker. Dit gaat bizar lekker. En, oh, hij loopt vast. En hij is tot 80 gekomen. Tot en met 80, hier. En we moeten nog wel een stukje, maar het lijkt er nu wel beter op. Zullen we deze gewoon proberen? Ja, we gaan de vrachtwagen proberen met de pijl. Oftewel, metalen ding voor. Misschien dat hij daarom wel gewoon verder gaat komen. Omdat hij natuurlijk alles, al het water aan de kant schuift. Alhoewel, de motor staat wel aan de voorkant. Dus dat wordt wel spannend. Laten we deze in ieder geval aan de kant beuken. Want deze gaan het sowieso niet meer worden. Ho! Zo. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oké, we hebben snelheid. We hebben snelheid. We hebben snelheid. Veel. Zo. Ja. Lekker. Lekker. Recordje. 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 En hoe. En hoe. En hoe. En hoe. Bizar. Dit is bizar. We zijn bij groen gekomen. Oké, we stappen uit, want we zitten onder water. En we zijn bij 120 gekomen. Ja, of telt dit nog mee voor 100. Oké, we zijn bij het roze gekomen. 130. We hadden nog maar één level extra. Maar hier zit je gewoon helemaal onder water, hè, met de auto. Bizar. Maar, een recordje. Let's go. Nice. Vergeet zeker niet even te abonneren op dit YouTube-kanaal. Abonneren is namelijk helemaal gratis. Dus waar wacht je op? En vergeet zeker niet even te smashen op dat blauw duimpje omhoog. Bedankt voor de support de laatste tijd. We hebben best wel nog wat voertuigen te gaan. Bijvoorbeeld zoals deze tank hier ook. We hebben hierachter trouwens nog de standaard GTA 5 tank. Ik ben ook heel benieuwd hoe die het gaat schoppen. Maar laten we eerst dit ding proberen. Ik hoop dat hij me niet gaat teleurstellen. Let's go. Let's go. Let's go. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij is in ieder geval verder dan de 40. Verder dan de 50. Verder dan de 60. Hij doet het alsof het niks is. Oh, wacht eens even. Kan dit ding... Oké, dit is oneerlijk. Dit wist ik niet. Dit wist ik niet. Hij kan gewoon zwemmen. Dit ding kan letterlijk zwemmen. Oké, deze is gedisqualificeerd, dit voertuig. Want ja, deze gaat natuurlijk makkelijk redden. De ambulance. Die kan volgens mij, als het goed is, niet drijven of zwemmen of wat dan ook. Of gekke dingen doen. Dus laten we dit ding gewoon uittesten. Sirenes aan. En dan gaan we met die banaan. Let's go! Let's go. We moeten ook best wel goed sturen. Want al die andere voertuigen, die wrakken, die liggen hier natuurlijk nog. En daar moeten we niet op... Oh... Ja, hij komt best wel ver. Nee. Oké, ik ramde daar tegenaan. Dat maakt niet uit. Komt hij verder dan de brandweer? Nee, net niet. Maar we komen wel op 80. Net, met de voorwielen. Oké, dit worden de grote beesten. Ik ben heel benieuwd hoe die het gaan doen. We hebben hier nog een tank. Een andere tank. Een hele grote, dikke, vette, hypermoderne toekomsttank. Kijk, die kan ook schieten. Boom! Jongens, een groot applaus! Een groot applaus. Boom! Oh. Groot applaus, daar gaan we! Boom, ik ga alles laten exploderen zodat het niet in mijn weg staat. Hopelijk in ieder geval. Let's go, aan de kant. Aan de kant, aan de kant. Oké, hij houdt het nog vol, hij houdt het nog vol, hij houdt het nog vol. Hij gooit alles aan de kant. Alleen, game over, op 70. Wat ik totaal niet had verwacht, want ik had wel verwacht van zo'n hypermoderne, super luxe tank. Dat die überhaupt wel bij de, bij de 100 zou komen. Maar, helaas... Toch niet. We hebben hier nog zo'n soort van jeep. Zo'n off-road jeep. Kan die ook verschoppen? Ik weet het niet. Geen idee. Hij kan in ieder geval wel snel. We gaan er gewoon achter komen. Let's go. Daar gaan we. In het water. Bam. Daar gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Alsof het niks is. Trotseert hij het water. Alleen, nu gaat het er even om hoe snel hij kapot gaat. En hij is kapot. Ik had hier wel wat meer van verwacht. Hij doet het niet goed genoeg. We hebben nu nog maar 1, 2, 3... 4, 5 voertuigen over. Want de rest is al kapot gegaan. Überhaupt. En deze hebben we natuurlijk al uitgetest. Alleen die is kapot natuurlijk omdat hier allemaal water op komt. We hebben hier nog een standaard tank. Laten we die gewoon uittesten. Hè? Je weet het maar nooit. Misschien dat de standaard tank dan toch beter is dan die hypermoderne supertank. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan er gewoon naartoe. Let's go. Boom. Boom. En boom. Aan de kant. Aan de kant. Oh nee. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Gaan we verder komen dan die super... Gaan we verder komen? Nee. We komen zeker niet verder. We komen maar bij 60. Dus die hypermoderne tank, deze is wel gewoon een stuk beter. Oké, dan hebben we nu de politie... hoe moet ik het even noemen? De waterpolitiekanon ding. Je weet wat ik bedoel. Bij protesten worden zulke dingen gebruikt. Hij valt voor ook zo'n zo'n duwding. Dus hij kan alles aan de kant beuken. Ik ben benieuwd. We gaan het gewoon uittesten. Let's go. Hij heeft ook gewoon sirenes. Oh, hij komt best ver. Hij komt verder dan de normale standaard brandweerauto. Zo gek is dit nog helemaal niet dus. Uitstappen. En even kijken op het dak. Hij is gekomen bij de 90. En zo gek is dit helemaal niet. Want tot nu toe is dit de ena verste. Oké, nice. Maar nu wordt het wel spannend hoor. Want we hebben nog drie voertuigen over. Voor welke kies ik? Eerst voor deze grote bulldozer-achtig iets. Dit ding zit natuurlijk best hoog. Dus ik verwacht wel van dit ding dat hij gewoon... Ja, dit ding gaat het wel redden. Ik weet het zeker.
Hij is wel heel traag trouwens. Maar ik verwacht dat hij het wel lang volhoudt. Omdat hij best wel hoog op de grond ligt natuurlijk. Oké, we gaan erachter komen. Ik zie vrij weinig uit dit ding. Bam, bam, bam. Let's go. Kom op. We moeten allemaal langs deze voertuigen heen. Goed zo. Langs de tank. Ja. En hij doet het hoor. Hij doet het gewoon. 70. Oké, we gaan langs de ambulance. We gaan langs de brandweer. Oké, gaan we ook langs deze? Want dan hebben we gewoon een recordje. Tenminste, nee, bijna een recordje. Nee, dit is in ieder geval de 2 na beste. Hebben we zometeen nog een recordje? Want hier is die vrachtwagen. Nee! Ik knal tegen de vrachtwagen aan. Nee, gaat dit inderdaad verknallen? Nee, toch? Nee! We hebben een record! 130? Nee, gaat hij het halen? De 140? Gaat hij het halen? Hij haalt het! Ik zit gewoon boven water net. En ik ben kopje onder. Maar we hebben het wel gewoon gehaald. Let's go! Bingo! De eerste is binnen, dus het is mogelijk met dit voertuig. Wel traag, maar zo zie je dan maar. Het maakt helemaal niet uit hoe snel je bent. Het gaat er uiteindelijk maar gewoon om hoe groot de auto is. Heel vet. En dan moeten we de grootste nog doen. Dat is deze bakbeest. Maar misschien dat dit ding ons wel gaat verbazen. Ik weet het niet. Gewoon een standaard. Een monster truck. Woehoe! Ik ben benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd hoe dit gaat zijn. Groot applaus! Oké, gaan we. Aanloopje. En er zijn al best wel wat voertuigen die natuurlijk gestrand zijn in het water. Dus die moeten we proberen te ontwijken. Let's go. We hebben de snelheid. We hebben zeer zeker de snelheid. Alleen, nu verknallen we, denk ik. We verknallen het echt enorm hard. Want we zakken nu naar beneden. Dit meen je niet. Dit had gewoon weer iets moois kunnen zijn. Maar nee hoor. Ik zak weer naar beneden. Oké. Nou goed. Dan gaan we de laatste proberen. De bulldozer. Of hoe dit ding ook heet in GTA 5. Hoe heet dit ding ook alweer? Normaal gesproken is het gewoon heel standaard. Ja, de dump. Gaan wij met dit ding een recordje zetten. Tenminste, in ieder geval het ook halen. Dat zou mooi zijn. Daar gaan we. Oké. Zelfs de auto die kan onder ons langs. Moet je nagaan hoe groot dit ding is. Kijk dan. Bizar. Oké, daar gaan we. Alsof het niks is. We pakken even de linkerkant. Want daar zitten de minste auto's voor ons in de weg. Of in de water. Oké, daar gaan we. Dit wordt echt even heel spannend. Want ik ben heel erg benieuwd hoe deze het gaat doen. Daar gaan we. Hij doet het gewoon. Ik zit nog steeds boven water met mijn hoofd. Moet je kijken. Ik zit nog steeds boven water op mijn hoofd. Oh nee. Ik bots tegen dit ding aan. Kom op, alsjeblieft. Doe het nog steeds. Hij doet het hartstikke goed. En nee. Hij valt stil. Maar we hebben wel 140 gehad. Dus dat is het laatste level. Alleen, dat betekent dat dit ding hier beneden beter is dan de dump. Want die haalde het gewoon om over dit rode vlak te gaan. En deze dump 3000, die heeft dat gewoon niet gehaald. Bizar. Oké, we gaan gooien wat granaatjes in. Misschien dat het dan toch nog lukt. Boom. En boom. En boom. Nee, helaas. Oké dan. Vergeet zeker niet te abonneren. Knop op het blauwe duimpje omhoog. En klik snel op even deze 2 video's. Want die gaan zo meteen verdwijnen binnen 3, 2, 1.